Hallo allemaal, goed dat jullie weer kijken naar een nieuwe boekpromotie in een minuut die vandaag gaat over Knots. Een boek van schrijver Thijs van Marle met illustraties van Esther van den Brink en uitgegeven door Billy Boots. Waar gaat Knots over? Knots gaat over een jongetje dat eigenlijk een hele stoere krijger moet voorstellen, maar eigenlijk is hij een beetje een bangerik. Hij schaamt zich daar een beetje voor, want zijn opa Dork die zou vroeger een sneeuwleeuw te grazen hebben genomen en daardoor zou de vallei veilig zijn. Maar die opa Dork heeft dat eigenlijk helemaal niet gedaan. Die viel toevallig tegen een boom aan, een dode boom, waardoor die sneeuwleeuw geraakt werd door een dode boom en daardoor werd die sneeuwleeuw uitgeschakeld. Dus dat klopt helemaal niet. Maar dat weet Knots niet. Dus hij denkt dat hij eigenlijk veel stoerder moet zijn, omdat zijn opa ook zo stoer was. Nou, uiteindelijk gebeurt er dus iets in het verhaal. Hij gaat bij zijn oom langs en zijn oom heeft een sneeuwleeuw gezien. Dat is heel bijzonder, want de sneeuwleeuwen zijn al heel lang niet in de vallei gezien, maar er schijnt toch echt eentje te zijn. Nou, op dat moment moet Knots op een gegeven moment op de sneeuwleeuw af en hij merkt dat de sneeuwleeuw eigenlijk best wel vriendelijk is. Dat hij in een gevaarlijke situatie zit en hij moet gaan kiezen, ga ik de sneeuwleeuw afmaken of ga ik hem redden? Nou, het goede in Knots komt naar boven. Hij besluit om de sneeuwleeuw te redden, maar dat lukt natuurlijk niet zomaar. Want die sneeuwleeuw, misschien wordt hij alsnog kwaad. En waar moet die sneeuwleeuw heen? Ja, dat is een heel avontuur. Een hilarisch avontuur voor middenbouwers vanaf de leeftijd van 8 jaar staat er ook op het boek. Dus als jij een grappig boek zoekt dat zich in de oertijd afspeelt, en daar zijn er niet zoveel van, dan is dit natuurlijk een boek dat je moet gaan lezen. Knots van Thijs van Marle. Moet je lezen.